Het personeel van de Antonie Kom Universiteit, verenigd in de Werknemersfederatie Universiteit WFU, blijft in actie. Dit besluit is vandaag genomen na een ontmoeting met het universiteitsbestuur. De top van de instelling heeft namelijk geen vol mandaat om namens de regering te onderhandelen. De bond heeft vanaf vrijdag het werk neergelegd omdat zij niet tevreden is over de wijze waarop zij wordt behandeld. Bondsvoorzitter Hugo Blanker stelt het zaken te lang op zich laten wachten. Vanmorgen is de ingang van het terrein tijdens een protestdemonstratie van de medewerkers gebarricadeerd. Niemand mocht naar binnen, ook de leden van het universiteitsbestuur niet. De boodschap was duidelijk. De bond wil onmiddellijk om de tafel met het bestuur van de universiteit, onder leiding van Jack Menke of met de regering. Dat was tot dat moment nog niet het geval. De vraag is, hoe serieus is iedereen met de ambtenaren, met de tappers? Ja, hoe serieus is het met ons? Wel, we hebben andere afspraken. Want zij denken dat zij ook de baas van onze agenda zijn. We hebben andere afspraken. We hebben geprobeerd om die afspraken te verschuiven. We gaan gaan. Maar we gaan geen grappen maken. Als men geen mandaat heeft, zijn we gelijk weer hier. We gaan niet geen poppetje spelen. We gaan niet gaan weer en dan gaan zeggen als ja, we hebben geen mandaat, moet u dat de minister. Dat gaan we niet doen. Als ze mandaat hebben, dan gaan we zaken doen. Dan gaat u hier de hele dag verkeren. Dat kan ik u vertellen. Want we gaan zaken doen, spijkers met koppen. Want dit is een heel mooi momentum. En we gaan daar optimaal gebruik van maken. We gaan redelijk blijven, maar we gaan optimaal gebruik van maken. Wat is de case? De case is 40% voor docenten. We gunnen het ze. U heeft gemerkt, dit ding speelt al zeker 3 maanden. U heeft niets van ons gehoord. We dachten, een enkele docent wil ons een keer in de wielen rijden. Wil ons nadelig bespreken. Maar we hebben ook gemeend van nee, laat dat ding gaan van de docenten. De bond is na een poos ontvangen door het bestuur van de universiteit. Hoewel er geen vol mandaat is, heeft de WFU wel geluisterd naar de reactie van het bestuur. Afgesproken is dat de medewerkers alvast kunnen beschikken over de onterechte belastinginhoudingen op de kledingstoelagen. Dat moet uiterlijk eind april gebeuren. Blanker benadrukt dat ook de regering een grote blaam treft in deze kwestie. Maar dit hier is onnodig geweest als men ons in het weekend had uitgenodigd. Men kent ons! Men weet dat dit zou komen. Of hier of in of. En als men zijn taken naar volle overtuiging en loyaliteit uitvoert. En niet alleen de minister. Ook de president en vicepresident had moeten vragen wat gebeurt er daar op de universiteit. Dus niet alleen het bestuur is faya, ook de minister is faya, ook de vicepresident is faya, ook de president is faya. En wie nou faya is met deze uitspraak, dat zoeken ze uit. Maar wij willen hier spijkers met koppen slaan. Hugo Blanker, voorzitter van de Werknemersfederatie Universiteit WFU, vandaag tijdens een protestdemonstratie. De onderhandelingen met het universiteitsbestuur worden morgen voortgezet. De acties gaan tot dan gewoon door.